Gedwongen afstand doen en adoptie, het is een pijnlijk issue en groot taboe in de Surinaams-Caribische gemeenschap. Onlangs bleek dat in de jaren 50 tot 80 van de vorige eeuw duizenden Nederlandse vrouwen hun baby's gedwongen moesten afstaan. Onder hen ook vele vrouwen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. In Nederland komt een onderzoek naar gedwongen afstand doen. Enkele honderden slachtoffers hebben zich al gemeld, echter nog weinig mensen met een Surinaamse of Caribische achtergrond. Natasha Adema, zelf dochter van een afstandmoeder, kan ervan meepraten. Weet je wat het is om erg veel van je moeder te houden en tot de ontdekking te komen dat zij dat niet terug voor jou voelt? Natasha Adema is terug in Den Haag. In 1964 werd ze hier geboren. Haar moeder is afstandsmoeder. Gelijk na de geboorte moest Natasha's moeder haar onder dwang afstaan, net als haar twee oudere zussen. Mijn moeder moest me afstaan omdat zij al in 1960 een tienermoeder was en dat kind is gedwongen uit huis geplaatst en dat heet een OTS, dus een ondertoezichtstelling. En als je eenmaal een dergelijke ondertoezichtstelling hebt, dan kom je in een systeem terecht en dan komen ze je altijd achtervolgen. Ook als je de volgende kinderen krijgt, als je niet getrouwd bent. Ze hadden een moraliserende Nederlandse vingertje en men had een heel systeem om vrouwen en meisjes in het gareel te houden. Dus op het moment dat je bastardkinderen kreeg, dan moesten die kinderen, dan was je niet in staat om goed na te denken. Want men vereenzelvigde dus jouw seksuele moraal met jouw losbandigheid als persoon. Dat je niet in staat was om een nette huishouding te voeren. Ik ben bijvoorbeeld in huis geweest met mijn oudste zus, bij haar toen nog pleegmoeder, later adoptiemoeder. Ik heb heel lang ook, als ik het verhaal goed begrijp van mijn ouders, van mijn moeder voornamelijk, ben ik dus her en der ondergebracht. Het is eigenlijk nooit goed gekomen met met de administratie van mijn zijn als burger. Dus dat ik besta. Jarenlang was het onduidelijk waar ze ingeschreven was. Haar dossier raakt kwijt en ze is jaren stateloos. Als je me vraagt waarom willen mensen niet naar voren komen, waarom willen ze niet spreken, dan is het antwoord hier. Want iedere keer herleef je die pijnlijkheid en je herbeleeft het moment van je ontstaan en de manier, de controverse rondom jou ontstaan. En dat is hard. Dat is hard. Het is van belang dat ook de Antilliaanse en de Surinaamse gemeenschap die dit is overkomen, dat ook zij de stilte doorbreken. Adema zelf neemt het voortouw. Ze zal haar mond niet houden. Whatever happens, nooit. Ik ga altijd spreken, altijd praten. Want dit is ons overkomen en het heeft mij gemaakt wat ik ben. Natasha Adema was dat. Voor informatie kunt u surfen naar rijksoverheid.nl en zoek naar meldpunt afstand. Een reportage was dat van Sam Jones.